Nou kijk, als dit nou klaar is, dan gaat deze schuif open en als die bak dan voorbij gaat, dan valt het daar op de grond. Dus wat je hier ziet, en dat zijn die gemalen pinda's. En dit is van zondag, want de rest van de week was niet zoveel wind de hele tijd. Ja? Oké, nou dan is dit het tweede gedeelte, het verwarmen van die pinda's. Nou, zo normaal als er genoeg wind is, dan brandt hier een houtvuur. Dan gaat het in twee van deze zakken. Nou, die zakken die hangen aan deze kant van de oven. Zo. De zak die is al uitgeperst. Nou, zo'n nieuwe zak die is dan ongeveer een keer zo dik. Die gaat in een soort filter waarvan de binnenkant van touw is en de buitenkant is leer. Nou, eentje hier aan de linkerkant zou rechtop staan. En die andere hier aan de rechterkant. Nou, en dit is een soort heipaal. Dat is 150 kilo beukenhout. Nou, en die heipaal die wordt opgetild door een draaiende nokkenas op de eerste verdieping. Ik krijg ook een gedeelte van mijn salaris van de oliefabriek hier in de buurt. Want die willen. Ja, ja. Als het een haaien is, dan is het. Het is wel heel anders dan bij de oude knecht natuurlijk. Ja, ja. Een veel heel groter beeld zit daar aan. Wij hebben. Nou, weet je, het is de vrachtauto, die kunnen niet.
Dit is toch niet. Het hoeft niet slecht te zijn, hè? Nee!